Deze uitzending wordt u aangeboden door Regenfiber en Shubi Reizen. Dit is het Weekjournaal met de pupil van de week. Hoe gaat het met Bram Vrijen? Emiel Pluimers over de jeugd, bal in auto en een voorbeschouwing op ACV Excelsior 31. Leuk dat u kijkt naar Excelsior 31 TV. We beginnen deze uitzending met de pupil van de week van afgelopen zaterdag bij de wedstrijd van Excelsior 31 tegen DOS 37. Wat is jouw naam? Chris. En jouw achternaam? Sandbergen. En hoe oud ben jij, Chris? 8 jaar. En in welk team voetbal jij? F2. En op welke positie voetbal jij daar? Spits. Waarom vind jij het zo leuk om spits te zijn? Omdat je dan veel kan scoren. En heb jij veel gescoord het afgelopen seizoen? 13 goals. Zo, dat is veel. En wie is jouw favoriete club in het betaalde voetbal? Feyenoord. En wie is daar jouw favoriete speler? Kuit. En wie is jouw favoriete speler hier bij Excelsior 31? Isa. Omdat hij snel is. En hij scoort soms wel. Heb je er een beetje zin in? Ja. Straks wel scoren, hè? Ja. Heel veel plezier, Chris. Dankjewel. Dinsdagavond won het eerste elftal met 7-0 van Blauw-Wit 66. Hoe heeft trainer Bram Vrijen, die vorig seizoen nog trainer was van het tweede elftal bij Excelsior 31, dit bekerduel beleefd? Nou ja, na zo'n wedstrijd niet zo heel leuk natuurlijk. Nee, het is hartstikke leuk om hier weer te zijn. Ik had ook een beetje gehoopt op de bekerloting dat we hier naartoe zouden kunnen. Het is natuurlijk sowieso hartstikke leuk reizen. Holt een derby in de gemeente. En als je met Blauw-Wit een keer tegen Excelsior 31 het eerste elftal kunt voetballen, dan is dat gewoon hartstikke leuk. Voor mij is het ook sowieso natuurlijk hartstikke leuk. Aangezien ik hier de afgelopen 4 jaar heb gelopen. Dan is het gewoon heel leuk om weer terug te zijn. Wat dat betreft leuk. Maar gezien de wedstrijd natuurlijk iets minder. Je bent afgelopen zomer vertrokken naar Blauw-Wit 66. Hoe bevalt het daar? Ja, goed. Ja, bevalt me uitstekend. Het is natuurlijk een andere vereniging dan Excelsior, dat weet je. Je hebt een eerste elftal. Dus leuk om met die gasten te werken. In de competitie gaat het nog niet helemaal zoals we willen. Dus we hopen in ieder geval het tweede seizoen zelf wat meer punten te gaan halen dan het eerste seizoen zelf. Wat zijn nou de grootste verschillen als coach van Excelsior 31 en Blauw-Wit? Bij Excelsior heb je natuurlijk het tweede elftal. Dus het verschil daartussen is gewoon dat je met een eerste elftal, dat je met een vaste groep werkt. Dat heb je bij een tweede elftal gewoon niet. Dan ben je gewoon elke week afhankelijk van wat je terugkrijgt. Dat is denk ik het grootste verschil. Dat het sportklimaat iets anders is. Bij Excelsior is het gewoon allemaal net iets professioneler. Jongens zijn dat ook gewend dat het net iets professioneler is. Bij Blauw-Wit is dat wat dat betreft gewoon net iets minder. Daar zijn we mee bezig om dat wat op te krikken. En daar kunnen we nog wel stapjes in maken, denk ik. Wat dacht je nou toen bij de loting bekend werd gemaakt dat je tegen Excelsior moest voetballen? Ja, ik dacht alleen maar heel gaaf. Ik had erop gehoopt en het is hartstikke leuk om dan hier te spelen. Misschien was het mooier geweest als we thuis hadden gespeeld. Dan hadden we op gewoon gras gespeeld, een slecht veld. En dan had je misschien wat meer kans gemaakt hier op kunstgras. Dan zie je gewoon dat je teruggedrongen wordt, heel ver teruggedrongen wordt. En dat je eigenlijk alleen maar aan het verdedigen komt. En dat is, dat is dan jammer. Ik had gehoopt dat we in ieder geval een aantal keer iets meer aansluiting bij onze spitsen konden krijgen. De bal iets langer vast konden houden en dan misschien zelf een keer een kansje creëren. Jammer dat dan niet gebeurt. Ja. Jullie moeten hier richten op het rest van het seizoen in de competitie. Wat is jullie doelstelling? Onze doelstelling, op dit moment, het staat heel kort bij elkaar bij ons in de competitie. Dus bij ons, we moeten gewoon punten gaan pakken, zo snel mogelijk bij de onderste ploegen wegraken in ieder geval. En dat staat gewoon heel kort bij elkaar. Dus gewoon de eerste paar wedstrijden na de winterstop goed uit de winterstop komen, punten pakken. En dan gaan we wel zien wat er dan nog mogelijk is. Maar een plek in de middenmoot, dat moet gewoon haalbaar zijn. Vorige week zag u het eerste gedeelte van het interview met hoofdjeugdopleidingen Emiel Pluimers. Hoe kijkt hij aan tegen de prestaties van de jeugdselectieelftallen dit seizoen? Wat met name opvalt is eigenlijk dat de teams waarvan je denkt dat ze hoog gaan eindigen,
dat die misschien wel wat minder goed presteren. En de teams waarvan je van tevoren inschat, nou, die kunnen misschien wel eens een moeilijk jaartje krijgen. Dat die het eigenlijk heel goed doen. Dat vind ik wel opvallend. Maar wat ik het meeste op vind vallen is dat er toch elk jaar weer verrassingen komen. Dat je weer toch weer dingen door kan schuiven met spelers. Jongens die mee gaan trainen, waarvan je misschien een halfjaartje terug nog niet dacht van nou, zou die stap wel kunnen maken? En dan valt het in één keer op dat ze die stap toch maken. Dus dat vind ik het allermooiste en dat vind ik ook het leukste aan jeugd, dat je het eigenlijk niet altijd even goed kan voorspellen. Hoe gaan jullie er nou in de toekomst voor zorgen dat dit soort spelers nog vaker doorstromen? Nou, ik vind zelf dat we al aardig veel spelers laten doorstromen. Ik denk ook dat we daar best wel wat trotser op mogen zijn binnen Excelsior. Maar hoe wij ervoor gaan zorgen dat er nog meer komen, heeft met name te maken in een stukje mentaliteitsverandering. Wij hebben heel veel talent binnen de jeugdopleiding, maar het omgaan met tegenslag, dat is best wel lastig voor veel spelers. En ik denk dat wij de spelers daar meer de tijd voor moeten geven om ze dat te kunnen leren. Dus we moeten niet verwachten dat iemand die eerste jaar senior is, dat hij gelijk die fouten die hij maakt, dat hij die kan vergeten en weer de knop om kan zetten. Want dat is toch wel belangrijk bij het seniorenvoetbal en met name bij het eerste elftal. Dat je je niet laat leiden door een fout. En ik denk dat als we die mentaliteitsverandering kunnen bewerkstelligen, dan denk ik dat wij nog meer jeugdspelers in het eerste krijgen hier. Maar ook nu geldt weer, gunnen wij deze jongens de tijd om zich hieraan aan te passen en om de stap toch weer door te zetten. Je moet een beetje, kijk, ik vind het altijd, als je kijkt naar betaalde voetbal, vaak zie je dat een groot talent de eerste 5 wedstrijden supergoed doet en dan in één keer een verval krijgt. Want dan kan hij niet meer bijbenen en niet meer op die tenen lopen, maar dan komt hij weer op zijn eigen krachten terecht. Nou, en dan moet hij die stap weer terugzetten naar het echt goede voetbal. Nou, dat kost tijd, dat kost de aanpassing. Nou, die aanpassing, dat kost gewoon heel veel moeite. En wij moeten als club zijn deze talenten beschermen door hun die fouten lekker te laten maken en hun de tijd te gunnen om dan die stap weer te gaan maken. Het is weer tijd voor Bal in Auto, deze week met Danny Schoenmaker. Danny, je eerste item hier in het eerste elftal. Bal in auto, hoge verwachtingen van onze kant. Ja, voor mezelf ook. Ik heb gehoord dat het redelijk moeilijk is, dus ik doe mijn best. Ga kijken wat wordt. 40 punten kun je halen, hoeveel gaan het er worden? Nou, ik hoorde dat, wat was het, 6? Was het hoogst? Of 7? Zoiets. Nou, ik ga voor 8, 9. Ik ben tevreden. Koppositie? Ja, zeker. Succes. Dankjewel. Ja, dat was niet best. Ik had iets makkelijker verwacht, maar... Waar lag het dan? Ja, weet ik niet. Lastig. Volgende keer uit de handen. Nou, misschien wel beter, ja. Dankjewel. Ja, ik bedank. 1 puntje voor Danny Schoenmaker. Volgende week zien we titelfavoriet Patrick Gerritsen. Ja, vorig jaar 2 samen met Simon, dus eigenlijk kan het alleen maar beter gaan, hè, wat dat betreft. Het eerste elftal is 2016 uitstekend begonnen. Na een overwinning op DOS 37 in de competitie en de 7 klappen tegen Blauw-Wit 66 in de beker, staat aanstaande zaterdag het inhaalduel tegen ACV Assen op het programma. Klopt, ja, vorige week wonnen we met 3-1 en dinsdag was het 7-0, dus op zich was het wel een goede voorbereiding. Dus ik hoop dat we zaterdag die lijn door kunnen trekken en dat we weer de 3 punten mee kunnen nemen. Ja, laten we even terugkijken naar de wedstrijd tegen DOS. Je speelde toen in de verdediging voor het eerst met Mitch Stockentray. Ja. Hoe was die aanpassing voor jou en voor de rest van de verdediging? Oh, voor mij was die aanpassing niet zo groot, want ik bedoel, hij voetbalt gewoon heel
makkelijk, zeg maar. En ja, voor mij was die aanpassing niet heel groot. En ik denk voor Jurriaan en Patrick Jurgens ook niet. Ik bedoel, hij doet gewoon hartstikke goed, dus. Als we even kijken naar aanstaande zaterdag, de wedstrijd tegen ACV. Thuis tegen ACV speelde je niet. Nee. Wat weet je nog van die wedstrijd hier? Poh, daar moet ik even heel goed nadenken, want dat is best wel lang geleden. Maar ja, toen waren wij wel beter, dacht ik, maar verloren we hem wel. En ik weet dat wij het altijd wel moeilijk hebben met ACV. En ik hoop dat het zaterdag anders gaat. Ja, hier was het 1-3. Tegen in de beker speelde je wel. Wat weet je nog van die wedstrijd? Die heb je natuurlijk zelf gespeeld. Ja, het was een zware wedstrijd. Het was op gras. Het was toen, volgens mij was het in oktober of zo. Maar ik moet zeggen, de eerste helft waren wij toen wel iets minder. En juist de tweede helft gingen wel redelijk. En toen scoorden we ook twee keer. Ik dacht, Gales en Michel Gerritsen Milkes. Dus ja, toen wonnen we. Dus dat was op zich voor ons wel een mooie wedstrijd. Ja, nu hebben zij een aantal sterke punten. Je zei het ook al, we hebben het vaak moeilijk. Wat moeten jullie aanpassen voor zaterdag? Waar moet je rekening mee houden? Ja, ik denk toch dat we op normale gas spelen. Dat is natuurlijk altijd gevaarlijk. En ja, zij gooien veel fysiek erin, dus daar moeten we ook ons tegen wapenen, zeg maar. Nou hoor ik dat heel vaak en we spelen op gras, dus we moeten daarvoor uitkijken. Is dat echt zo'n groot issue voor jullie? Nou ja, voor ons als voetballende ploeg is dat wel heel moeilijk. Of moeilijk niet, maar ik bedoel, ja, gras is toch heel, heel anders dan het hoofdveld wat we hier hebben. Dus ja, voor ons is dat altijd wel even een switchen. Wat is er zo anders aan? Ja, het spel gaat veel sneller, balletjes rollen veel makkelijker, dit en dat. Dus ja, dat is wel echt het verschil, zeg maar. Heb je daar in de bekerwedstrijd toen van gemerkt dat zij daar echt voordeel van hadden? Ja, zeker, zeker. Ja, zij spelen meer lange bal, meer vechtvoetbal. Dus ja, voor hun is dat wel beter, denk ik. Laten we er even uitgaan dat je zaterdag gewoon start tegen ACV. Ja. Wat is jouw aandeel in wat je net zei, wat jullie moesten veranderen? Mijn aandeel is dat we gewoon moeten voetballen. En ikzelf ook. En ik denk als we dat gewoon doen, dan moeten wij daar zeker 3 punten kunnen meenemen. Jullie, ik zei net al, jullie hebben een hele lekkere voorbereiding gehad op aanstaande zaterdag. ACV heeft gewonnen van Drachtster Boys. Hekkensluiter, wat zegt dit over de wedstrijd van zaterdag? Nou ja, ik denk dat het niet zo heel veel zegt. Want ik bedoel, ja, Drachtster Boys die speelt onderin. Net zoals DOS 37. Maar goed, ik denk zaterdag dat dat weer een wedstrijd op zich is. Dus ik denk dat we daar gewoon weer volle 100% voor moeten gaan. En daar gewoon weer laten zien dat wij beter zijn. Want ik denk dat wij beter zijn en dat gaan we zaterdag ook laten zien. Toch doet het iets met je zelfvertrouwen, dat merk je denk ik zelf ook. Ja. Je hebt twee wedstrijden, blauw-wit is, nou ja, met alle respect, die had jullie natuurlijk altijd moeten winnen. DOS 37 gewonnen. Zou het bij hun ook iets met het zelfvertrouwen doen? Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, zij winnen ook met, hoeveel was het, 3-0 dacht ik? Ja, 2-0, 3-0. Dus ja, hoe dat bij hun, ja, ook zeker. Maar wat ik al zei, zaterdag is wel weer een wedstrijd op zich. En elke week moeten wij er gewoon weer staan, dus zaterdag ook. Wat is zaterdag het belangrijkste? Dat we snel scoren. En dat we dan ja, hopelijk met een nulletje 2-3 kunnen winnen. Een samenvatting van ACV tegen Excelsior 31 is in de loop van het weekend te zien bij Excelsior 31 TV. Deze uitzending zit weer op. Dank u wel voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Deze uitzending werd u aangeboden door Regge Fiber en Shubi Reizen.